Robotermans, het feestje is losgebroken hier in de kantine bij IJsselmeer Vogels. Maar als er één iemand zou moeten feesten, dan ben jij het volgens mij vanavond. Ja, het is heerlijk om twee goals te maken natuurlijk. En 3-0 te winnen, dus ja. Ja, was je hier aan toe? Want je had grote schoenen om te vullen bij de afwezigheid van Thijs Dallinga. Ja, natuurlijk. Elke spits er aan toe om te scoren. En ja, dat ik het nu twee keer mag doen, dat is top. En dat is ook heel goed voor mijn zelfvertrouwen ook, ja. Ja, want als je zo'n wedstrijd speelt tegen IJsselmeervogels, dan heb je als Excelsior eigenlijk alleen maar iets te verliezen volgens mij. Het eerste wat je dan wil is snel scoren. Nou, dat lukt in ieder geval. Ja, we komen super uit de kleedkamer. Scoren volgens mij na 5 minuten, als ik het goed zeg. Ja, en daarvoor had je al een aardige kans. En ja, daarvoor die had ik ook moeten maken, zeker. Maar ik heb er nu 2 gescoord en we winnen met 3-0, dus dat is top. Ja, het duurde wel heel lang voordat het beslist was. Want het werd zelfs nog even billen knijpen vlak na rust toen die bal er bijna in ging. Ja, maar één momentje zijn ze wel heel gevaarlijk geworden. En dat moeten wij eigenlijk zien te voorkomen. Maar gelukkig ging het niet in en hebben we daarna snel de wedstrijd doodgespeeld, zeg maar. En de score uitgebreid. Ja, en is het dan lastig om rustig te blijven als die tweede maar niet wil vallen? Lastig, dat vind ik niet echt, want we hebben genoeg kwaliteit en we wisten ook wel dat we dit zouden kunnen winnen als we gewoon ons eigen spel zouden spelen. En ik denk dat dat goed gelukt is. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je als spits heel erg tevreden bent dat je 2 goals maakt en uiteindelijk de wedstrijd beslist is. Zo, ja, dat is top. Hey, en je bent, dit zijn eigenlijk voor je eerste basisplaats, hè, bij Excelsior. Hoe kijk je daar nu op terug? Tevreden, neem ik aan. Ja, tevreden natuurlijk. Als je 2 keer kan scoren in je basisdebuut, dan is het toch lekker. Ja, want dan moet je het laten zien aan de trainer. Dan hoop je, neem ik aan, op meer speeltijd, ook in de competitie. Ja, tuurlijk. Daar hoop je natuurlijk altijd op als speler. En ik hoop dat ik het de trainer moeilijk genoeg heb gemaakt.